Vanavond een filmpje over de prachtige beelden en schilderijen van Fernando Botero. Botero is een kunstenaar die afkomstig is uit Colombia. En dat kun je heel duidelijk aflezen aan zijn werk, want zijn werk ademt heel sterk die Zuid-Amerikaanse atmosfeer. Een atmosfeer die aan de ene kant heel vrolijk en uitbundig en kleurrijk is, maar die tegelijkertijd ook de zwartere kant van de Zuid-Amerikaanse samenleving laat zien. Botero is herkenbaar omdat hij altijd graag zijn figuren uitbeeldt als zwaarder en ronder dan ze in werkelijkheid zouden zijn. Dus hij is voor veel mensen bekend als de schilder van de dikke vrouwen en de dikke mensen. Maar voor hem is dat eigenlijk een aparte stijl geworden. Dus alles wat hij schildert en tekent, dat wordt extra volumineus. Dus ook als je bijvoorbeeld een stilleven maakt met vruchten of iets met bloemen, dan worden ook die bloemen en die vruchten worden eigenlijk ook ineens extra dik, extra zwaar aangezet. En voor hem is dat dus een soort herkenningspunt. Dus als je een schilderij ziet met extra ronde figuren, dan kun je er bijna zeker van zijn dat het gemaakt is door Botero. Hier zien we een prachtige grote pastel, die bijna net zo groot is als wat hij normaal maakt als hij een olieverfschilderij maakt. En daarin spreken zijn prachtige kleuren, zijn enorme goede vakbeheersing en tegelijkertijd ook die vrolijke, maar misschien ook een beetje melancholieke Zuid-Amerikaanse sfeer. We zien hier een danspaard te midden van een heleboel andere dansende figuren. En ze dansen onder een afdak waar kleurrijke lampjes in hangen. Maar tegelijkertijd hangt er ook een soort waas van mysterie en van misschien ook iets heel melancholieks in. Dus je wordt er aan één kant vrolijk van, maar als je langer kijkt zie je dat er ook een soort dubbele bodem in zit. En dat hij eigenlijk allerlei andere menselijke gevoelens ook tot uitdrukking weet te brengen. Botero heeft vanaf zijn jonge jaren heel veel belangstelling gehad voor de kunstgeschiedenis. En hij heeft dan ook al, toen hij zijn eerste studiebeurs kreeg, heeft hij eerst een reis gemaakt naar Spanje. En van daaruit is hij doorgereisd ook naar Parijs en naar Italië. Want in Spanje maakte hij kennis met de grote meesterwerken in het Prado in Madrid. En in Parijs ging hij natuurlijk daarna ook de grote meesters bestuderen in het Louvre. En in Florence maakte hij kennis met de kunstenaars van de Renaissance. En voor hem was dat zo'n openbaring dat hij naderhand ook geprobeerd heeft om die confrontatie met de kunst van West-Europa in zijn eigen kunstwerken terug te laten komen. Dus hier zien we bijvoorbeeld twee portretten die bij elkaar horen. Een dubbel portret van Piero della Francesca uit de Italiaanse Renaissance. En daar heeft hij heel duidelijk zijn eigen interpretatie aan gegeven. Hier zien we het mansportret wat bij het damesportret hoort. Dus het is heel duidelijk een tweetal. Dus we hebben het ook bij elkaar gehangen in de tentoonstelling. En je ziet op de achtergrond het landschap van Toscane, waar deze figuren natuurlijk in thuis horen. En ze dragen heel duidelijk de kleding uit de Italiaanse Renaissance. Dus daarbij is het echt een heel mooi paar waarmee wij de tentoonstelling openen. De kinderen van de koning in hun hofdracht. En hier heeft hij dus een soort eigen variant bedacht op een van de infanta's, een van de kinderen van de Spaanse koning, helemaal in zo'n soort hele stijve Spaanse hofkleding. En daar maakt hij een heel eigen interpretatie van, maar je kunt heel duidelijk de verwijzing naar Velázquez in dit schilderij zien.
Botero is in staat om van alles een Botero te maken. Dus ook als hij een peer schildert, dan blaast hij die zo op dat het eigenlijk alleen maar een visie is die bij hem behoort. Hier zien we een enorme peer die de wand van een van de tentoonstellingszalen vult. En hij haalt daar ook tegelijkertijd een soort grapje mee uit door bijna iets tastbaars van te maken. Want je ziet hier aan de ene kant in de peer een gaatje en aan de andere kant en daar kruipt er weer een worm uit. En het is zo geschilderd dat je het gevoel hebt dat je het bijna vast zou kunnen pakken. Want zoals ik zei, hij is een echte meester in zijn vak en hij beheerst dus alle technieken om de schilderkunst zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid, maar zijn eigen werkelijkheid te brengen. Zijn stillevens zijn niet alleen stillevens met fruit, maar ook met bloemen. En ook daarin spreekt diezelfde vormentaal van Botero. Alles heeft een extra ronding gekregen. En hier is het boeket en de vaas zijn eigenlijk twee rondingen op elkaar geplaatst. We zijn bijzonder blij dat we dit schilderij ook in het gemeentemuseum mogen laten zien. Want het is echt een van de meesterwerken uit het oeuvre van Botero. Botero maakt niet alleen schilderijen, maar hij maakt ook schitterende sculpturen. We staan hiernaast een heel mooie brons van hem, waarin je direct die ronde vormen van hem kunt herkennen. Dus zowel in de figuur van de ruiter als ook in het paard herken je die bolle vormen die typerend zijn voor het werk van Botero. Wat ook heel typerend is, is zijn grote vakmanschap. Dus alles is even prachtig gemaakt. Als je een schilderij van hem ziet, is het schitterend afgewerkt. Een grote pastel is prachtig uitgewerkt. En ook het brons wat hij maakt, dat is altijd van een heel grote perfectie. Het is een man die nog steeds actief is. Elke ochtend is hij te vinden in zijn atelier. Hij is 71 jaar oud, maar hij is nog zeer actief als kunstenaar en energiek bezig. Ik ben bij hem op bezoek geweest in zijn atelier in Parijs. Daar zit hij elke ochtend direct na het ontbijt zit hij al tekeningen te maken. En 's middags werkt hij dan door aan een olieverfschilderij of aan een grote pastel. Want hij is ook niet bang voor grote formaten. En in de zomermaanden dan werkt hij in Italië aan zijn bronzen beelden. Botero beheerst alle segmenten van de beeldende kunst. Hij is een begenadigd beeldhouwer, hij is een geweldig tekenaar, hij kan prachtig schilderen. Het is een man die eigenlijk alle technieken tot in de perfectie beheerst. En dat is gedurende de hele tentoonstelling ook steeds opnieuw zichtbaar. De tentoonstelling wordt afgerond met een fotoreportage gemaakt door de Haagse fotograaf Willy Jolly, die Botero heeft gevolgd in een dag van zijn werkzaam leven in Parijs. Je ziet hem hier dus in zijn dagelijkse werkomstandigheden en daarmee wordt de tentoonstelling dan afgesloten. De tentoonstelling loopt nog tot 18 september in het Haagse Gemeentemuseum.